Max Kellner, Fatloss Expert hier. En is het nou wel of niet goed om noten te eten? Noten staan een beetje dubbel in het nieuws de laatste tijd. Want aan de ene kant weten we allemaal, ongezouten, ongebrande noten zijn supergezond. Bevatten heel veel essentiële vetzuren, heel veel voedingsstoffen. Maar ze zijn ook heel hoog in calorieën. Dus we merken dat toch best wel veel mensen het eng vinden om noten te eten. Terwijl ik juist denk, het is fantastisch om noten te eten. Ze leveren zoveel voor je gezondheid. Maar inderdaad, er zitten wel meer calorieën in. Maar dit is gewoon een stukje portion control. Je wil gewoon voor zorgen dat je uiteindelijk over een dag niet te veel calorieën binnenkrijgt. Maar als je alleen maar producten uitkiest die heel mager zijn, waardoor je wel grote volumes kan eten, dan ga je ook heel veel essentiële voedingsstoffen missen. Dus dingen als noten, ik denk dat het essentieel is om die dingen te blijven eten en om genoeg vetzuur of vetten binnen te krijgen. Maar je moet wel je totale hoeveelheid calorieën per dag in de gaten houden. Dus je ontkomt er niet aan om dat op een gegeven moment mee te gaan tellen. Als je een optimale gezondheid wil, als jij optimaal alle voedingsstoffen binnen wil krijgen, zorg dat je alles eet, zorg dat je het bijhoudt. Ga geen dingen skippen, want dat is echt niet de juiste manier om gezond te leven.